Gaat heel wat gebeuren bij het station en de rechtbank in Lelystad. Daarover heb je van alles gehoord in december. Maar wie het naadje van de kous wil weten, kan vanavond uh, naar een infoavond. Die is in het stadhuis duurt van half zeven tot half negen. En je kunt op elk moment inlopen. Nou, wie er in ieder geval is, dat is wethouder Janneke Sparrenbomen. Die is hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er precies plat? Wat blijft er staan? Oh, <laughs> Zover zijn we nog niet, natuurlijk. Nee, vanavond is een inloopavond. Ja. Uh, er zijn uh, schetsen gemaakt, er zijn ideeën over hoe het stationsgebied er in de toekomst uit zou kunnen zien en we willen dat graag met onze inwoners bedrijven delen en dan kunnen ze ook wat van vinden ze ja. kunnen een reactie geven. U zegt dus... hoe het eruit zou kunnen zien dus er ligt nog niks vast. Nee, er ligt nog niks vast. Nee. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat in dat gebied er behoorlijk wat uitdagingen zijn. Als het gaat om mobiliteit. Er moet een snelle busbaan komen naar de airport. Oké. Okay. En er komen daar allerlei verkeersstromen bij elkaar. En dat is best wel ingewikkeld. Er komen steeds meer fietsers die ergens hun fiets kwijt moeten. Dus dat is een aanleiding. Zeker, het wordt steeds drukker, hè? Wordt... Daar. Ja, nee, ja, maar dat is ook zo. Maar er Groen... staat ook elke dag file waar veel mensen zich gaan ergeren. Nou ja, daar Doet zijn daar ook, ook ideeën. Op? Ja, nou ja, daar zijn ook uh, natuurlijk gedachten over hoe dat moet daar in die omgeving van het provinciehuis. Nou, we zijn misschien dat... gaan toen de voorkant die weg werd opgeruimd. Nou ja, goed. Hè, over het verleden hè, zullen we het niet hebben. We kijken ja, daar vooral. Gaan mensen, daar gaan mensen vanavond zeggen tegen. We me. gaan. Nou ja, dat kan. Ja. Maar we gaan, dus dan zegt u ook we gaan vooruit blikken. We... Ja. Blik vooruit, ja. maar. Ja, maar u zegt niet. we gooien die rommel daar weg. en we doen de oude weg weer terug. Zodat je een voorkant en een achterkant hebt. Nee, we gaan, we gaan nieuwe plannen maken. Uh, en daar zijn al uh, mooie ideeën voor. Hè? Ik noem even die, uh, dat mobiliteitsvraagstuk. en die bus, uh, busverbinding. Ja. Uh, dat is een hele belangrijke. Fietsparkeren is een hele belangrijke. Uh, en daar zijn natuurlijk allerlei partijen in die omgeving. die uh, daar ook wat van vinden en ja. mee te maken hebben. Hè? Ik denk aan ProRail. NS, uh, provincie. Uh, en die partijen die zijn ook allemaal gesproken, al. Ja. Hè, met de Raad is gesproken, en nu is het tijd om ook eens met onze inwoners daarover te spreken. Hoe maar moet ja. het worden? Maar ja. hebben, hebben we het over de voorkant en de achterkant van het station? Dan bedoel ik met de voorkant het stuk naar het winkelcentrum en de achterkant het stuk naar de rechtbank. Gaat het om? Beide, Beide hè? kanten. Beide kanten. Zijn okay. het, hè? Want uh, aan de ene kant uh, vindt natuurlijk de afwikkeling van het van de bussen plaats. Uh -huh. En daar zal iets uh, moeten gebeuren. Ja. En aan de andere kant, uh, daar heb je, hè, want ik sprak even over die mobiliteit, maar een ander aspect wat heel erg belangrijk is, is dat uh, dat gebied een, ook een woon-werklocatie uh, is. Hè? Aan de andere kant van het station, uh, achter de rechtbank, is nog ruimte voor kantoren. Het stadshart is ook een uh, kantorenlocatie. Um, de, uh, en er is uh, ruimte om, uh, om te wonen. En uh, vanuit de regio, uh, hè, want we maken deel uit van de metropoolregio. Amsterdam, mm -hmm. is ook de behoefte gekomen om eh, meer woningen te bouwen. En eh, met name ook die omgevingen van een station lenen zich daar heel goed voor. Er zijn heel veel mensen die dat ook prettig vinden, ja. om zo ja. dicht bij een station te wonen. Dus er kunnen in die omgeving, aan deze kant van het station, aan de rechtbankkant zeg maar. Dat natuurlijk, is ruimte. Daar is nog heel veel ruimte. Ja, om, even even om... over die rechtbank ja. gesproken. Hè? Want ja. uh, er is ooit eerder kwam voorbij van het wordt uh, het het gebouw wordt in tweeën geknipt, zeg maar. Er zou heel veel glas komen. Hoe is dat nu? Wat staat er nou, staat ja, zo? Nou ja, dat is, uh, is dat hè, ook dat een is ook idee. Een, dat is een, een idee, een van de ideeën. Maar het feit is hè, dat die rechtbank natuurlijk daar, daarachter nog ruimte is om uh, kantoren uh, te plaatsen. Maar er staat uh, ook nog een gebouw leeg. Moet je daar niet mee beginnen voordat je gaat? Ja, bouwen? natuurlijk. Ja, nee, okay. Maar dat, dat, speelt, uh, dat speelt daar ook uh, in mee. En daar praat je ook over met al die partijen die daar uh, eigenaar van een gebouw zijn. Hè. Het Rijksvastgoedbedrijf bijvoorbeeld, uh -huh. um, maar dat is dus een belangrijke locatie en dan uh, he, de locatie naast de rechtbank als uh, woon-werklocatie zou ook een hele interessante locatie zijn en aan de andere kant bij het provinciehuis heb je natuurlijk nog de G-tronics locatie ja. he, waar je wat uh, mee kunt. Dat grote witte gebouw, ja, een precies. soort vesting, precies. moet dat weg? Uh, nou ja, he, dat, uh, het, doet, het vervult eigenlijk nu geen uh, goede rol. Er gebeurt niks nee, meer? Okay. Dus dan moeten we iets... Uh, ik denk, het zou goed zijn om die ook mee te nemen, in die hele ontwikkeling. Ja. En aan de andere kant van het station heb je dan... Uh, maar dan heb je wel uh, natuurlijk verkeerskundige ja, hè, uh, situaties... die uh, dan weer aangepast uh, moeten worden. En je moet er echt... Uh, je hebt een kans. Hè. Het is denk ik voor Lelystad echt een kans om uh, dit gebied... Om dat hele grote gebied ja. in één keer goed aan te pakken. Ja. Maar ja, u zei het al, het ja. is een groot gebied. Er ja. moet veel gebeuren, er speelt ja. veel, veel ja. vertrouwen. Verschillende partijen die bij betrokken zijn. En dan denk ik, nou ja, deze inloopavond is natuurlijk mooi, maar dat is maar een start. Want hoe lang gaat dat, ja, dat, dat aanloopproces wel niet duren? Nou, er zijn al uh, vorig jaar gesprekken geweest met de gemeenteraad over uh -huh. uh, stationslocatie. He, die heeft ook gevraagd: kijk er nou eens integraal naar, uh, breng alles eens samen. En er zijn gesprekken geweest met die stakeholders. Er de stakeholders, zijn, uh, wie zijn dat? Dat zijn uh, bijvoorbeeld uh, NS, ProRio, oh, de, de provincie, die, die, de partijen die, die in wonen. dat gebied ja. zitten. En... Um, en er, zijn, er is nog weer een bijeenkomst met de gemeenteraad geweest uh, december. En we werken nu langzaam toe naar een visie. En een visie is het startpunt. Hè? Ja. Hoe, hoe, hoe zien we het voor ons? En en wanneer moet die er liggen? Die visie? Nou, ik denk uh, het eerste half jaar uh, van dit jaar. Dat is al ja, snel? Daar werken we naartoe. Dat is nog even ambitieuze. over die woningbouw die ja. u in gedachten heeft. Ja. Uh, uh, dus, er is dus druk vanuit Amsterdam ja. om huizen te bouwen ja. in onze regio. Dat ja. komt dus niet allemaal in Almere terecht? Nee, zeker niet. Je ziet ook uh, hè, dat Almere groeit, he, ja. doet het goed. En uh, Lelystad uh, groeit ook. En is ook een uh, geschikte locatie uh, om uh, he, huizen te bouwen voor mensen die in de metropoolregio ja. elders geen plek hebben. Maar dan gaat vinden. u wel redelijk de hoogte in nemen. Kan er zoveel? Ook, grond is er nou ook weer niet? Nee, dat zullen vooral uh, appartementen uh, gebouwen worden aan die kant van het station. Okay. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook de ontwikkelingen. Parkwijk he, bijvoorbeeld, dat is uh, laagbouw. Ja, maar aan deze kant van klaar. het station, he, ja. ja Precies, is het vooral hoogbouw. Nog, nog even één ding. Ja. Uh, het centrum, daar komt iedereen vaak. Is dat nou interessant voor mensen die vlakbij wonen, zegt u ook, nou, misschien dat andere Lelystedelingen dit ook uh, aardig vinden? Ja, wie, hoeveel verwacht u vanavond en waar komen ze vandaan? Wat denkt u? Nou, ik, ik uh, denk dat er misschien uh, uh, wel rond, als ik zie uh, hè, hoeveel mensen hebben aangegeven dat ze geïnteresseerd zijn op sociale media, dan denk ik dat we wel tussen 100 en 200 mensen kunnen verwachten. Is zo'n er... inloopavond dan genoeg of gaat er nog één komen op korte? Nou, eerst maar eens kijken hoe de reacties zijn en uh, dan, uh, dan maar eens verder kijken. Ja. Ja. Oké, okay, vanavond van half zeven tot half negen in het stadhuis. Dank, Wethouder Sparrenbouw. Graag gedaan.